weet u misschien waar Simon is? Weet u dan misschien waar Simon is? Even verder zoeken. Ja, u heb ik het al gevraagd, hè, meneer? Wist het niet, hè? Nee, niet gezien. Heeft u hem dan misschien gezien? Nee, ik denk zelf dat hij ergens aan het vissen is. Daar houdt hij heel erg van, maar ja, we moeten wel zo gaan eten. Dus ik zou heel graag willen dat hij, ja, dat ik hem vond en dat hij naar huis kwam. U heeft Simon ook niet gezien? Ik loop die jongen zo lang te zoeken al. Nee, jij hebt misschien Simon gezien. Nee, want jij houdt ook van vissen. Niet gezien. Jammer. Hoop mensen, niemand heeft Simon gezien. U misschien Simon gezien? Nee, misschien als je weet hoe de... Hij is zo groot. Het is een heel leuk jongetje hoor. Echt heel leuk. Maar ja, wel altijd zoek natuurlijk. Mag ik er even door? Dan kan ik even verder zoeken. Nee. Heeft u dan misschien Simon gezien? Simon? Ik heb geen Simon. Nee, kleine Simon. Hij loopt bijna al met een hengel loopt hier rond. Nee, niet gezien. U dan misschien, meneer? Simon gezien? Niet gezien, wat jammer. Zoek ik even verder. Jullie misschien Simon gezien? Nee? Heeft u Simon gezien? Nee? Echt, zo'n jongetje is het. Nee? Aan het vissen. Ik hoop het. Ja, ik hoop het. Want dat wordt niks met het eten zo. Dat wordt zo laat. Simon, Simon! En als je nu niet naar binnen komt om te eten, dan kom je er helemaal niet meer in. Ik heb je, ik weet niet hoe lang al gezocht en hoe vaak heb ik jou al niet geroepen. Simon! Ik kom al. Jacobus, ik kom straks weer terug om te vissen. Ja, moeder, ik zeg toch dat ik kom. Hé, hey, Simon, zat je weer 3 meter van de kant af te vissen? Ja. Dan nog? Dus ik kreeg voor verzuip ik. Schelden doet niet zeer, maar slaan heb je het hart niet voor. Thomas, wat heb jij voor boeien hangen? Simon! Ik kom! En, waar zat je nou weer te vissen? Daar, aan de doorgaande weg, bij het water. Moeder, de jongens schelden me uit voor bangerd. Ach, jochie toch. Laat ze toch kletsen. Maar ja, een zoon van een visser die bang is voor water, dat is natuurlijk wel een beetje raar. Ja, kom eens, drink eens even wat. Jij oké, je vissen. Als het aan jou lag, dan zou je de hele Jordaan, wat zeg ik? Dan zou je heel de zee leeg vissen. Zou dat kunnen, moeder? Dat ik alle vissen uit de hele zee... Vader, vader!
Vader, zou ik alle vissen uit het water kunnen vangen en dat ik de bekendste vis van het land word? Ik ben nu al de beste kikkervisjes vangen van allemaal. Ook van de loeigrote jongens. Dus, maar ik kan ook hele grote vissen gaan vangen. Zo groot. Nee, nog veel groter. Zo groot. En heb ik een eigen bedrijf, net als u. Nee, 5 eigen bedrijven of 100. En dan ben ik de bekendste visser van het hele land. Ik weet niet tegen wie jij nou loopt te schreeuwen, hoor. Maar als je je tegen je vader roept, als je tegen hem hebt, nou, die slaapt, hoor. En je weet, als je vader slaapt, dan slaapt je vader. Als ik mijn vader roep, dan hoort hij mij altijd. Mijn vader slaapt nooit echt, hij hoort mij altijd. Ja, maar als hij jou roept, luister jij niet altijd. Ik ga vraag het wel aan mijn vader. Vader, vader, slaapt u? Luister eens, vader. Wie voelt zich geroepen om te zingen? Wie voelt zich geroepen om toneel te spelen? Simon, Simon, heb je je vader nou geroepen? Dan kunnen we eten. En, ben je eruit met je vader? Vader zegt dat ik eerst moet groeien en leren.
dat ik eerst groter moet worden. Moeder, hoe kan ik snel groeien? Hoe kan dat? Ja, Simon, dat klopt. Je moet eerst groter worden, eerst groeien. Maar een mens leeft niet van brood alleen. Je moet ook van binnen een beetje groeien. In je hoofd en in je hart. En dan moet je goed om je heen kijken, opletten en vooral luisteren. Ja, Simon, je vader is een wijs man. Eerst groot worden, eerst groeien. En daar zijn niet alleen maar een paar vissen en wat broden voor nodig. Kom op, mannetje, we gaan eten. Hey, Zebedeus, toch prachtig, hè, onze volwassen zoons zo met elkaar aan het werk te zien. Ik heb wel eens gedacht, wat moet er in hemelsnaam komen? Maar het zijn toch prachtkerels geworden, nietwaar? Ja hoor, dat is echt wat je zegt. Het is een lust voor het oog om ze zo aan het werk te zien. Het is echt een aardje naar een vaatje. Maar ja, als ze nou niet in ons vak waren gegaan, hè? Stel nu eens, er waren geen vissers geworden. Dan hadden ze ook altijd nog wegwijzer kunnen worden. Ja. Wegwijzer? Ja, wegwijzer.
Net als die Johannes. Die is nou mensen aan het dopen. In de Jordaan. Weet je hoe ze hem nu al noemen? Johannes de Doper. Hij verdient er wel geen euro mee. Maar ja, je hebt wel bekendheid. Ach, bekende mensen heb je toch door alle eeuwen heen? Karel de Grote, Jumbo Mulder. Ja, dat is wel zo. Maar je zal toch maar een zoon hebben die Johannes de Doper wordt genoemd. Johannes de Doper, Johannes de Johannes Doper. Johannes de Doper, Johannes de Doper. Ja. En waar is zo'n wegwijzer het eigenlijk over? Nou, die heeft het erover dat iedereen zijn eigen weg moet bouwen in zijn eigen woestijn. Ja. Oh, nou, een weg door de woestijn. Dat lijkt me wel een goed idee. Ja, het reist in ieder geval een stuk makkelijker. Ach mens, praat nog wijzer. Die Johannes, dat is gewoon een vreselijke oproerkraaien. Wat hij er allemaal wel niet uitbraalt, lusten de honden nog geen brood van. Onze zoon Andreas, het is anders wel eens naar hem gaan luisteren. Luisteren, dat kan geen kwaad, Johannes. Kijk, die springhaneneter, ja, en er zijn altijd al wel van die fanatiekelingen die bepaalde wijsheden in pacht hebben. Maar als wij het nu van deze man moeten hebben, van die Johannes, nee, ik weet het nog niet. Ik zie hem ons nog niet de hemel op aarde bezorgen, hoor. Nee. Blijven we vandaag niksen? We gaan nog proberen wat vis binnen te halen. We zijn er al een keer op jouw aanwijzingen, Simon, op uitgevaardigd. En ach, we hebben nog geen fatsoenlijk maal binnengehaald. Ach, Jacobus, we hebben gewoon te vaak gevist bij het wrak van Schipper Vangt Niks. We moeten het gewoon op een andere plaats proberen. Man, ik heb het idee dat hier in de Dode Zee geen vis te vangen valt. Misschien moeten we dat hele vissersbestaan maar aan de kant gooien en in het toerisme gaan zoeken. In het toerisme? Nou, dat weet ik niet hoor. Ik weet het niet. Ach, Thomas, jij ook altijd met je... Ik weet het niet, ik weet het niet. Mannen, gooi het eens over een andere boeg. Ga vissen. Ik zal jullie wijzen waar je zijn moet. Daar. Iedereen wil graag een wegwijzer hebben. Hoe kom je anders in Rutjoek? Kom in Bijlen. Waar ben ik zonder een
Ik weet het niet. Hoe kan dit? Wie bent u? Vader, in één keer zoveel vis gevangen. We hoeven echt maandenlang niet uit te varen. Wie bent u? En hoe weet u dat er zoveel vissen gevangen kunnen worden? Was uw vader ook een goede vissersman? Dat u van hem de kneepjes van het vak hebt geleerd? Nee. Ik ben Jezus. Mijn vader was Jozef, timmerman in Nazareth. We kennen nu van Nazareth komen. En dan nog wel een zoon van een timmerman. Jezus, u verwondert me. Hoe kan dit? Simon, jij hoeft voor mij niet bang te zijn. Voortaan zul jij geen vissen, maar mensen vangen. Ik? Mensen vangen? Mensen vangen? Een baan in het leger, bedoel je? Simon, ik zie jou. Maar bovenal zie ik jouw moedige, jouw dappere hart. Je zou een rots kunnen zijn. Een rots in de branding. Weet je... Ik noem jou voortaan Simon Petrus. Petrus betekent rots. Simon Petrus, volg mij. Volg mij, Simon Petrus. Hem volgen? Nou, ik weet het niet hoor. Ik weet het niet. Ik ga die vis verwerken. We hebben wel wat anders te doen dan die man te volgen. Kom, we gaan aan het werk. Zeg, Andreas, wat ga jij doen? Simon, hoe kun je mij dat nou vragen? Er kunnen toch geen twee broers tegelijk weg? Nou, en wat ga jij doen? Ga jij hem dan volgen? Hey, jongens, gebeurt er nog wat vandaag? Zoveel vis op één dag. Het mag een wonder heten. Kom op, aan het werk. Ja, maar vader, ik wil Jezus volgen. Wat zeg je? Jezus volgen? Ja. Waarom? Omdat hij toevallig heeft aangewezen waar de meeste vis zat. Toevallig op de juiste tijd op de juiste plaats was. Jij gaat helemaal niets en niemand volgen. Je hebt deze Jezus niet nodig. Zo, en nu ben ik er helemaal klaar mee. We gaan aan het werk. En ja, onmiddellijk. Ja, maar vader, ik word geroepen. Wat? Geroepen? Ik hoor helemaal niks. Ik hoor geen stadsomroeper. Geen roep vanaf een minaret. Geen bezuinigershal. Geen fluitje. Ik hoor echt helemaal niks. Kom op, aan het werk. Zal maar geroepen worden om een rots in de branding te worden. Je zal maar geroepen worden om alles achter te laten. Je zal maar geroepen worden om nu een herder te worden. Je zal maar geroepen worden om voorop te gaan. Krijgen we nou, wat ziet die man in mij? Natuurlijk, ik ben groot en sterk. Natuurlijk,
ik kan mijn zegje doen. Maar gunst, ziet hij dat dan echt in mij? Graag, maar gunst, zien jullie dat dan ook in mij? In mij, natuurlijk, ik ben wat jij ziet. Waarschijnlijk zie ik het zelf niet. Dus ik onderschat mezelf weer. Zeker, ik ga hem volgen. Die man heeft charisma, aantrekkingskracht, intuïtie. Hij is machtig, hij gaat er nog ver schoppen. Zou je die man een klokkenluider kunnen noemen? Hoe het ook zij, het is in elk geval een rechtvaardig mens. Ja, hij maakt mensen wakker. Ik weet het absoluut zeker, ik ga hem volgen. Nou weet je, ik kan me er wel iets mee voorstellen. Wel ja. Ja. Gooi jij er ook nog maar een schepje bovenop. Ja. Van je vrouw moet je het maar hebben, hè? Hij is een dikke oproerkraaier, Simon. Dit gaat niet goed komen. Je hebt zo tremmeland. De hoge heren gaan dit echt niet pikken, hoor. Straks, hè? Straks zal het nog gebeuren dat ze hem misschien wel oppakken. En als ze hem oppakken, hè, pakken ze jou ook op. Die man die schijnt voor niemand bang te zijn, man. Hij is een revolutionair. Hij gaat ons echt van die indringers verlossen, hoor. En Simon, jij lijkt best wel een beetje op hem. Ja, oh, wacht eens even. Revolutionair en dan straks een martelaar. Ik weet niet zeker of ik daar wel voor in de wieg ben gelegd, hoor. Hoor ik het goed, zoon? Hoor ik daar een ondertoon van angst, zoon? Ja, nou, vader, ik moet mijn weg zien te vinden, net als hij. Ja, mooi gezegd, je weg vinden. Maar daar kan jij je gezin niet van te eten geven, Simon. Ja, ach, dat gezin. Mijn gezin, ach, dat komt allemaal wel goed. Weet je, die Jezus, hè? Dat is een wijze man. Zijn verhalen en zijn voorbeelden, nou, volgens mij kan iedereen daar wel iets uit halen. Maar je moet wel durven. Je moet durven nadenken over de betekenis van zijn verhalen en zijn voorbeelden. Ja, en wat hij ons ook probeert te leren is, je mag altijd weer opnieuw beginnen. Hij geneest ook veel mensen, enkel alleen door ze de handen op te leggen. Ik heb laatst horen vertellen van een man die was dood. Jezus zei tegen hem, sta op, en die man stond op. Echt waar? Laat ze erop, man. Daardoor raken die mensen toch bezield. Oh.
moet er eerst achter zien te komen wat de bedoeling van dit alles is. Wat mijn bedoeling hierin is. Wacht nou even, Simon. Even normaal doen, ja? Even met je beide benen op de grond. Hebben we die ene wereldverbeteraar, zeg maar, wegwezen nog niet gehad? Staat de andere alweer voor de deur? Oh, ik kreeg hier nog wat van. Waarom ga je deze Jezus volgen? En niet Lode Palingboer? Jongen, dit gaat niet goed komen. Maar wat je ook doet, hè? Je zult nooit kunnen zeggen dat ik je niet gewaarschuwd heb. Durf ik? Durf ik die sprong te wagen? Het is ver zat. Verder ga ik niet. Zo, en dit meisje is de ware dus. En je bent zelfs van plan om met haar mee te gaan naar haar vaderland. En hoe en waar heb je haar leren kennen? Via het internet. Het internet? Ja, en wat dan nog? Nou, ze lijkt me anders wel een stukje ouder dan jij. Iedereen zegt dat ik voor gemakkelijk 20 jaar door kan gaan. Maar, zij is het gewoon. Ha, dat zei je van de vorige ook. En volgens mij heeft ze een iets getinte huid. Ach, we zijn het discriminatietijdperk al lang voorbij. Trouwens, ik weet heus wel wat ik doe. Je zou wel niet luisteren, maar je kan niet zeggen dat we je niet gewaarschuwd hebben. Ik blijf vertrouwen hebben op de stem binnen mij, dat heb ik geleerd. Ja, dat heb ik ook geleerd. Maar hoe weet je nou zeker dat die stem in je de juiste is? Een vrouw via het internet. Jullie gaan zo niet naar het schoolfeest. Hoezo? Zo. Nou, zo. Wat? Zo. We bedoelen zo, zo. Dit? Zo? Ja, dat zo. Zo, zo. We zeggen het voor jullie eigen bestwil. We hebben jullie gewaarschuwd. Nou zeg, wat vind jij er nou van? Wat ik ervan vind? Ik vind het maar zo, zo. Zo, dus dit huis ga je kopen? Ja. Het staat nog wel op erfpad, maar dat was wel mijn eigendom. Je koopt dus alleen een hele hoop stenen voor weet ik niet hoeveel geld? Want voor zoveel geld kun je de rest van je leven in een hotel wonen. Weet je wat de rente doet op dit moment? Die is laag, pa. Ja, nu nog wel. Maar de tijden veranderen, jongen. Dit kan niet eeuwig zo door blijven gaan. Wij in onze tijd? Ja, wij in onze tijd. Maar laat één ding duidelijk zijn. We hebben je gewaarschuwd. Als ik erop blijf vertrouwen dat ik het dat ga redden. Ja, dat zal allemaal wel. Maar ik vind het wel een hoop geld voor zo'n hoop stenen. Dus jij gaat voor een half jaar stage lopen in het buitenland. Waar zei je precies? Panama, zei ik. Panama? Panama is een bananenrepubliek, daar komt niks van in. België, oké, of Luxemburg als het zuidelijker moet. Maar verder ga jij de grens niet over. Ik denk dat je vader wel gelijk hebt. Zo'n mooie meid als jij, blond, blank. Zeg dat wel, blond, Panama. Nou, dan laat ik mijn haar toch 22 donkere verven. Als je dan toch je zin door wilt drijven, en dat zul je wel weer doen, laat dan één ding duidelijk zijn. We hebben je gewaarschuwd. Soms heb je een beetje lef nodig om de grens over te gaan. Ja. Maar je hebt hier alles wat je hartje begeert. En daar? En jij, zo'n vrouw via het internet. En jij, zo'n duur huis. En jullie met die zo-zo kleren. Durf je niet verder te springen? Ja, maar als ik te ver spring, dan verdrink ik. Durf je geen keuze te maken? Ja, durf je geen keuze te maken? Ja, maar als ik de verkeerde keuze maak, dan verzuip ik. Ben jij bang voor water? Ik ben helemaal niet bang voor water. Jij bent bang voor water? Echt niets. Wie of wat ben jij eigenlijk? Ik? Ja, wie of wat ben jij eigenlijk? Ik? Ja, wie of wat ben jij eigenlijk? Ik? Ja, wie of wat ben jij eigenlijk? Ik? Wie zeggen ze? Dat ik ben. Ze, de mensen, zeggen dat u de Messias bent, de Verlosser. En jij? Wie zeggen ze dat jij bent? Wie
ik ben... Je bent zo verschillend, maar altijd geschapen zoals jij bedoeld bent te zijn. Je bent zo verschillend, maar altijd geschapen zoals je bedoeld bent te zijn. Jezus, Jezus, mijn zoons Jacobus en Johannes zijn van plan u te gaan volgen. Maar ik hoop wel dat u begrijpt dat mijn zoons capaciteiten hebben. Ik mag toch aannemen dat u ervoor zorgt dat ze een goede functie krijgen. Ik ben Maria, de moeder van Jezus. Ik ben bezorgd om hem. Ik wil hem komen waarschuwen. Hij is mijn kind, begrijpt u? En wie ben jij? Ben jij ook een van de mensen die bij mijn zoon hoort? Ik ben Maria Magdalena. Ik ben veel bij uw zoon. Uw zoon is een bijzonder mens. Ik geef om hem. Ik geef veel om hem. Hou je van hem? Maria Magdalena, wil jij dan op hem letten? Is Jezus, is dat uw zoon? Ja. Hij daar, Simon, dat is mijn zoon. Ik maak me zo'n zorgen om hem. Ach, als er iets door de eeuwen heen niet is veranderd, zijn het wel de zich zorgen makende moeders. Ik denk dat je het meest bezorgd bent om dat kind dat niet volgens de regeltjes leeft. Kijk nou toch, ze worden aan zoveel gevaar blootgesteld. Ik heb slapeloze nachten om dat kind. Het is ook zo moeilijk om over hem te praten. De mensen zeggen dan snel, als hij nou maar eens normaal gewoon ging doen. Maar hij is mijn kind. Begrijpt u dat? Hij is mijn kind. Ik begrijp u, dat kind waar je zorgen om maakt. Mijn kind verkoopt haar lichaam. Oh, ik weet wat je bedoelt, Sarah. Mijn kind heeft aids. En mijn kind gebruikt drugs en steelt.
Gaan jullie hier nou toch eens weg? Je staat die man gewoon in de weg. Ga jullie nou toch eens weg? En moedertje, hij heeft even geen tijd voor u. Nee, kom nou maar. Nee, straks later. Later, mens. Kom, wegwezen. Weg. Hij heeft toch niet eens tijd voor zijn eigen moeder? Ja, hup, hup, wegwezen. Jullie, kom op, wegwezen nou. Hup, hup, weg. Nee, kom op. Nee, Simon Petrus. Laat die kinderen toch hier blijven. Want zij begrijpen vaak veel beter waar het om gaat dan volwassenen. Ook jij zou eens moeten proberen te kijken door de ogen van een kind. Dan zou jij ook iets zien van het koninkrijk van God. Nou, maar ik zou met de hemel op aarde ook al wel redelijk tevreden zijn. Nee, hou eens even. U gaat mij niet bedienen. Nooit in een keer. Simon Petrus, nu begrijp je het misschien nog niet. Maar later zul je begrijpen waarom ik dit doen moet. Nee, u gaat mij niet bedienen. Nooit in een keer. Echt niet. Simon Petrus, als ik jou niet mag bedienen, hoor jij niet bij mij. Nou ja, dan bedient u de hele wereld maar. Simon Petrus, je begrijpt het weer niet. Nee, ik begrijp het zeker weer een keer niet. Als ik het met u eens ben, is het niet goed. En als ik het niet met u eens ben, is het ook al niet goed. Ik zou je een voorbeeld geven. Ik wil niet belangrijker zijn dan jullie. Ik ben bij jullie. Luister, ik geef jullie. Jullie geven mij. Begrijp je? Dus wat je geeft, krijg je terug. Juist. En wie oordeelt, zal veroordeeld worden. En wie wind zaait, zal storm oogsten. Dus dan ook, wat jij niet wil dat jou geschiet, doe dat dan ook een ander niet. Jullie hebben het begrepen. Luister. Ga zo door. Ook als ik er straks niet meer ben. Ga door zoals je nu van mij geleerd hebt. Luister, ik moet gaan. Jullie kunnen beter hier blijven. Nee, u gaat daar niet heen. Het is daar levensgevaarlijk voor u daarbuiten. En als u dan toch echt moet gaan, neem dan de binnendoorweggetjes en niet de doorgaande weg. Simon Petrus, ik neem juist de doorgaande weg. Oh. Ik denk toch beter dat we met hem mee kunnen gaan. Ja, wie en wat houdt ons tegen? Niemand houdt ons tegen. Ik blijf u volgen, waar u ook heen gaat. Simon Petrus, ik ga een weg die jij zelfs niet kunt volgen. Wat? Ik blijf u volgen, al zou ik mijn leven ervoor moeten geven. Simon Petrus, voor de haan kraait, zul jij 3 keer zeggen dat jij mij niet kent. Ik dat zeggen? Nooit, nooit in een keer. Luister, ik moet gaan. Ik wil even alleen zijn. Johannes, Andreas, Simon Petrus, ga je een stukje met me mee. Jullie kunnen beter hier blijven.
wachten jullie even hier. Ik wil even helemaal alleen zijn. Ik ben zo terug. Slapen jullie? Ach, laat op. Kijk, degenen die me zoeken, hebben hem nog gevonden. Rabbi,
Judas, verraad je mij met een kus? Wat gebeurt er? Kom, we volgen hem. Desnoods dan wachten we binnen de poort. Ze kunnen er niks maken. Echt niet. Zagen jullie dat? Dat was nou een van onze grote wegwijzers. Hebben ze hem opgepakt? Nou, hij zag er anders niet best uit. Voor iemand die dacht dat hij de wereld zou kunnen veranderen. Onze grote voorbeelden. Het loopt nooit goed af. Kijk naar Indira Gandhi en haar vader. Martin Luther King. John Lennon. Waar halen die lui toch elke keer weer vandaan om een nek uit te steken? Ja, dat zeg je nu wel. Maar het waren wel die lui waar jij het over hebt. Die hele grote voorbeelden waren. Waarvan wordt hij beschuldigd? Wordt hij eigenlijk wel ergens van beschuldigd? Ach ja, wie zal het zeggen? Ze ondervragen hem en hij zegt helemaal niks terug. Hé, hey, jij hoort toch ook bij die oproerkraaien? Die Jezus, die ken ik niet. Ze slaan hem en ze schoppen hem en hij doet helemaal niks terug. Hoort die man ook niet bij de revolutionair die mensen tegen elkaar opzet? Ik zal hem erop passen, vriend. Ach, mens, waar heb je het over? Ik ken die man niet. Jij, je bent wel degelijk een van hen. Jij bent een van zijn volgelingen. Ik heb je gezien. Hoe vaak moet ik dat nou zeggen? Ik ken die man niet. Ik zweer het jullie. Gedaan. Heb ik echt gezegd dat ik je niet ken? Heb ik jou verloochend? Ik smeek, ik vraag, ik eis, draai de tijd terug. Laat me deze minuten.
dicht? De deur, is die ook goed dicht? Zo, nu zijn we veilig. De leider is weg. We zitten hier nu wel, maar moet je kijken wat er van ons over is? Een stelletje angsthazen. Simon Peters, wat hebben we nu eigenlijk aan het hele avontuur overgehouden? Wat zijn we wijzer geworden? Niks. Zelfs geen lichaam om te begraven. Ik ben het! Maria Magdalena, doe open! Doe open! Jemig, wat moet zij nou weer? Ja, laat haar binnen! Zij, wij, ik weet niet wat mij is overkomen, maar ik heb Jezus ontmoet. Jezus ontmoet? Ja hoor, zei ik het niet. Maria van Magdalena, ze hadden jou Maria van verwarring moeten noemen. Ja, stil nou! Wat zeg je? Jezus leeft? Ja, nee, dat wil zeggen, ik voelde hem, ik zag hem. Niet heel duidelijk door het felle licht, maar hij was het wel. Ik wilde hem aanraken. Ja, dat weten we ook weer. Kom, verder luisteren. Ja, maar zei hij nog wat tegen je? Hij zei, hou me niet vast. Doe open, we hebben hem gezien. Doe dan toch open. We waren op weg naar de gemeente Emmaus. Toen kwam er iemand bij ons lopen en die begon tegen ons te praten. Ja, hij was zo wijs, zo begrijpend. En later, toen we aten, toen herkenden we iets in hem. De manier waarop hij het brood deelde en waarop hij praatte. Zijn jullie gek geworden? Je loopt met iemand op. Je praat met hem. En je herkent hem niet. Hij breekt het brood. En dan denk je, ik ken maar. Dat is het. Zien we dingen? Horen we dingen die er helemaal niet zijn? Nou, ik weet het niet hoor. Ik weet het niet. Maar als dat waar is, dat jullie hem echt hebben ervaren, dan verandert alles. Dan blijft hij erbij. Hij is onze verlosser. Ik begin het eindelijk een beetje te begrijpen. Heeft hij niet gezegd, ga op mijn manier verder. Het maakt niet uit waar en hoe. In welke plaats, in welk land, op welke leeftijd. Het maakt niet uit, hij blijft erbij. Hij is niet dood, hij leeft. Zijn licht in jou, in mij. Kom, volg me. Thank you.
En nu? Ja, en wat nu? Jullie weten dat al vanaf het begin ik uit jullie midden ben gekozen om jullie leider te zijn. Hoor ons haantje de voorste eens. Uitgekozen? Jij? Daar weet ik niks van. En bovendien, de situatie is nu compleet veranderd. Waarom zouden we voor jou kiezen? We hebben hier keuze genoeg, zou ik zeggen. Kiezen? Och ja hoor, daar heb je haar ook weer. Een profeet in eigen land wordt nooit geëerd. Wat? Noem jij jezelf een profeet? Nou, dat weet ik niet hoor. Ik weet het niet. Maar mensen, daar gaat het toch helemaal niet om? Het gaat om... Rustig, rustig. Jezus was onze leider, maar hij is weg. Dus er moet een nieuwe leider komen. En regels en wetten. Regels en wetten. Iedereen weet toch al dat er genoeg regels en wetten zijn? En dat het daar helemaal niet om gaat. Het gaat om de weg die je gaat. Je innerlijke groei. Het lef hebben, je grenzen over te gaan. Je kan hier wel een beetje lopen te bakkeleien over regels en over de wet en over het leiderschap. Maar wat doen we eigenlijk met de niet-Joden? Die heidenen? Mogen die zich zomaar bij ons aansluiten? Nee, natuurlijk niet. Alleen als ze Joods worden en zich laten besnijden. Dan mogen ze erbij. Denk je nou echt dat ze dat zullen doen? Ze laten zich nooit besnijden. Ja, maar mensen, wegwijzers, wijze mensen, die hebben toch nooit hun leer bestemd voor een bepaalde groep? Bijvoorbeeld, die zijn niet exclusief. Hun zienswijze is er voor iedereen. En daar mag je mee doen en laten wat jij wil. En de vrouwen onder ons, krijgen die nu eindelijk eens een plaats in deze nieuwe beweging die zij verdienen? Ja, waar zijn eigenlijk de vrouwen gebleven die in het begin zo belangrijk waren? Maria en haar nicht Elisabeth, Jezus gaf ze zoveel plek, zoveel ruimte. En dan de vrouwen uit de oude geschriften, Rut, Mirjam en zij en haar zus... We vergeten zelfs hun namen. Of wordt dit dan de zoveelste godsdienst waar mannen het voor het zeggen hebben? Ja, laten we het even praktisch houden, ja? Wie gaat er straks spreken en zorgen dat we genoeg te eten hebben? Er zal straks toch ook gegeten, gewassen en schoongemaakt moeten worden? Ik hou van reizen. Ik denk dat ik de wereld maar eens over ga. Ja, en enig idee wat jij daar gaat vertellen... We moeten natuurlijk wel met dezelfde inzichten aan het werk gaan. En ons te concentreren wat er hier en nu belangrijk is.
en in het oog blijven houden hetgeen wat we geleerd hebben. Ik, Simon Petrus, als rots van de nieuwe kerk, wil en zeg bij deze... Ach man, je positie interesseert me geen zak. Het maakt niet uit wie of wat je bent. Zelfs een kraai in de haan heeft een positie. Te vangen. Iedereen hier heeft honger. Honger naar posities, honger naar regels. Maar om die honger te stillen, zal het toch eerst gewerkt en gegeten moeten worden. Precies. Maria van Magdalena heeft gelijk. Misschien moet ik eerst mijn netten maar eens in orde gaan maken en dan ga ik weer vissen. Simon, raap jezelf bij elkaar. Kom, we gaan vissen. Zit dat net nou weer aan vast? Het enige wat ik kan is vissen. Gewoon dom vissen. Ik laat me van de sokken praten. Ik probeer al jaren de mensen bij elkaar te houden. En wat schiet ik ermee op? Helemaal niks. Je zou het bijltje erbij neergooien.
Bent u nou die grote wegwijzer, waarvan ze zeggen dat die mensen op weg kan helpen? Ja, inderdaad. Dat ben ik, ja. En wie bent u? Ik ben Paul. Ik ben genoemd naar de grote Paulus uit de Bijbel. Ik leek ook wel een beetje op hem. Net als hij ben ik niet aangesteld door Jezus, maar door God zelf. Ja, ik heb de waarheid hier vandaan. Ik heb al heel wat mensen over God verteld. Over het goddelijke, in elk mens. Zo. Ach ja, Simon, je weet hoe het gaat, hè. Je verlegt je grenzen en voordat je het weet, ben je grensoverschrijdend bezig. Reis je over de hele wereld. Doe je vreemde landen aan. Probeer je mensen op weg te helpen. Ja, dat zal allemaal wel. Maar ik denk dat we een beetje binnen onze eigen gemeenschap, binnen ons eigen clubje moeten blijven. Ja, dat kan je hier wel gemakkelijk zeggen. Maar ik moet daar werken. Daartoe ben ik geroepen. Ja, rustig nou maar. Maar ik denk dat we voorzichtig te werk moeten gaan. Voorzichtig? Ja, maar dan kom je natuurlijk nooit een stap verder. Maar ik denk dat ik je door begin te krijgen. Weet je wat ik denk, Simon? Wat ik denk? Dat je eigenlijk een beetje laf bent. Hou je mond! Nee, ik hou mijn mond niet. Ben je laf, Simon? Ben je een lafaard? Ik laf? Echt niet! Weet je wel tegen wie je het hebt? Tegen Simon Petrus. De Simon Petrus. De rots. Ja, rustig maar, Simon Petrus. Jij bent Simon Petrus, de rots. Oh, Simon Petrus, wie heeft ooit zijn brood met jou gedeeld? Echt, je zit ernaast, man. Je zit ernaast. Zijn leer. Wat zijn leer? Was jij erbij? Nou? Nee, ik was er niet bij. Ik was er niet bij, Simon. Ook niet toen er een haan kraaide. Simon, sta je hier nu nog steeds? Hoe lang sta je hier al? Kom op, vermeld jezelf. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief meer dan de anderen hier? Waar komt die stem vandaan? Is dat die stem binnenin mij weer? En waarom word ik Simon, zoon van Johannes genoemd? Waar is mijn titel gebleven? Mijn titel, Simon Petrus, de rots. Ben ik mijn titel niet meer waard? En waarom vraagt u mij, heb je mij lief? Wijd mijn lammeren. Ja, wijd mijn lammeren. Ik doe niet anders. Maar je schiet niks op. Ik heb meer macht nodig. Meer overmacht, zodat er niemand meer aan mij twijfelt. Simon, zoon van Johannes, heb jij mij lief? Jezus, u weet toch dat ik u lief heb? Ja, in het begin vond ik wel interessant om u te volgen. Ik dacht dat u de Romeinen zou verjagen en een plaats aan het hof zou innemen. Ja, maar ik had iemand lief, maar niet iemand die zich liet bespugen. En nu vraagt u me, heb je mij lief? Vraag me nog een keer. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Zodat ik kan antwoorden. Hoed mijn schapen. Ja, hoed mijn schapen? Ik hoed mijn ongeluk. Maar ik kom niks verder. Het lukt me gewoon niet.
Simon, zoon van Johannes, houd je van mij? Jezus, u weet toch dat ik van u houd, om wie u bent. Maar wacht eens, houdt u ook van mij zoals ik ben? Weet u wel wie ik ben? Weet u nog dat hij tegen mij zei, Simon, ik zie een moedig man. Mis, fout, ik ben niet moedig, ik ben bang. Bang voor wat anderen van me vinden, wat anderen van me zeggen. Bang voor de hoge heren, bang voor het water, bang voor alles. Ik heb meer moed nodig, een heel klein beetje meer moed, meer moed. Hey, Petrus, weet je wat jij zou moeten doen? Nou? De grens durven overgaan. De grens over durven te gaan? Ja. Naar Rome? Maar straks vermoorden ze me misschien daar wel. En dan begraven ze me aan de doorgaande weg. Ja, Simon, niet doen hoor. Dat moet je niet doen. Dat gaat niet goed. Moet je niet doen. Ja, maar wacht eens, Andrea. Vader heeft gelijk. Ik moet mijn grens overgaan. Ik moet gaan. Kom, Andreas, jij maar ook mee. Kom. Hoe kan dit? Hoe weet hij nou ineens zo zeker dat hij deze weg moet gaan? Lopende weg? Nee, dit is een doorgaande weg. Simon, ik begrijp het niet. Hoe kom je ineens aan zoveel kracht dat je weet dat dit de juiste weg is? Omdat ik de moed heb gekregen en het lef om mijn grens over te gaan. Hoe doe je dat, je grens overgaan? Het lef heb ik gekregen om te mogen te zijn zoals ik ben. En dan? Ja, en dan? Dan krijg je de moed. Waarvoor?
om de hoeksteen te leggen, om je werk af te maken. Hé, hey Petrus, ben je nog steeds zo bang voor water? Ah nee, ik heb nou al leren zwemmen hoor. Petrus, zit jij nog steeds op een voorrangsweg? Nee, dit is een doorgaande weg. Een wereldwijde doorgaande weg. Nou, dit was wel duidelijk, hè? Ik weet niet hoe het u vergaan is, maar ik ben de afgelopen anderhalf uur door heel wat emoties heen en weer gegaan. Het ene moment zit je rustig te kijken, relaxed naar een verhaal dat je eigenlijk wel kunt dromen. En het volgende moment realiseer je dat je heel persoonlijk en direct wordt aangesproken op de keuzes
die jij maakt in het leven. Wat we hier vandaag gezien hebben is het eindresultaat van een project dat meer dan een jaar geleden begonnen is. En waarvan de afgelopen maanden deze mensen en nog heel veel anderen die u hier niet ziet, wekelijks aan gewerkt hebben met hart en ziel om dit vandaag hier te brengen. Niet alleen de mensen die u hier op het toneel ziet staan, maar ook de mensen die deze decors getimmerd hebben, geschilderd hebben. De muziek, de techniek en al die mensen die u hier niet ziet. En een aantal daarvan zit hier wel in de kerk en die wil ik nu toch vragen naar voren te komen. Ook jullie verdienen het om bij deze groep mensen te staan. Willen jullie naar voren komen voor zover je hier bent? Of durven die mensen allemaal niet? Ja, en of het allemaal niets is, wij hebben dat niet door. Maar op het moment dat wij hier met elkaar in de kerk hiervan genoten, konden mensen van Noorwegen tot Australië dat live met ons meebeleven. Dankzij de zegeningen van Kerk TV en internet. Wat wil je nog meer? Ook namens die mensen, dankjewel. In de programmaboekjes hebt u de namen gezien van ongeveer iedereen die meegewerkt heeft aan deze voorstelling, deze musical. Het gaat dus te ver en dat ga ik dus ook niet doen om nu al die namen nog een keer voor u te noemen. Lees u dat thuis nog eens na. Maar er zijn drie mensen die u vanavond nauwelijks gezien of gehoord hebt, maar die wel als allereerste aan het begin stonden van waarvan wij vandaag het resultaat hebben gezien meer dan een jaar geleden. En dat zijn Ageet van Dijken, Janneke IJsing en Ali Zuring, die toch als een drijvende kracht, als een motor dit project hebben gerealiseerd. Ik geef dus ook als eerste aan jullie een hele kleine blijk van waardering voor wat jullie gedaan hebben. Jullie hebben deze groep bij elkaar gebracht, bij elkaar gehouden. Waarvoor onze heel hartelijke dank. Maar deze roos is er niet alleen voor deze drie geweldige dames, maar voor iedereen die hier op het podium staat en voor iedereen die meegedaan heeft. En ik wil de kinderen graag vragen om die rozen nu te gaan uitreiken. Ondertussen meld ik nog even dat straks er nog een collecte gehouden zal worden voor de onkosten die deze musical met zich meegebracht hebben. Daarna gaan we samen nog een keer het slotlied zingen dat we net ook al meegezongen hebben. En als daarna het podium weer helemaal leeg is, hebben we hier in de kerk en in de hal van het Valkenhof nog een kop koffie waarvoor u van harte wordt uitgenodigd.
Dank u wel allemaal. There's a well deep in my heart that overflows.
racing through the years, overcoming doubts and fears. Our spirits ascend, reaching to the throne of glory, singing praises to the King. Come on, let's celebrate and give God all the glory. He is worthy of our praise. Let's make a joyful noise to the rock of our salvation. All creation sing His praises. We want to share our joy with friends and family, giving love that means so much.